Assalamu alaikum, broeders en zusters van andere moeder. Vandaag ga ik voor jullie Koran lezen met de Turkse betekenis. Meale betekent betekenis. Ik ga het proberen ook in het Nederlands te vertellen aan jullie. Dus inshallah zouden al mijn moslimbroeders, van welke ras dan ook, van welke tarikat of welke... bijvoorbeeld Jamaat, jullie zijn. Het maakt allemaal niet uit. We zijn allemaal moslims. We moeten allemaal respect tonen, liefde. Heel erg bedankt voor de support. Inshallah ga ik nu de heilige boek Koran lezen. Alhamdulillah, ya Rabbi chok shukur. Mogen Allah jullie gebeden en al jullie goede daden en ibaden, inshallah, verzegenen door het paradijs. En inshallah accepteren. En jullie doa's ook accepteren. En ik zal jullie één ding zeggen. Blijf jullie ibadah doen. Ook al, kijk, er staat ook in een hadith, of wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ook gezegd, is: ook al heb je het moeilijk, kom naar Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al heb je veel te veel zondes, kom, want Allah vergeeft elke zonde. Ook al heb je superveel zondes gedaan, ook al ben je al naar het slechte pad aan het gaan, Allah vergeeft alles. Dat moet je niet vergeten natuurlijk. En jullie moeten gewoon blijven ibadah doen, want wij zijn moslims en we moeten onze hart bijhouden, onze geloof bijhouden. Anders gaat het slecht gaan met onze umma. Dus inshallah, met deze wil ik dat dus aan jullie een klein soort boodschap meedelen. En ja, ik ga beginnen. Dus ik lees een tijdje, maar ik ben gestopt. Ik voelde me slecht en nu voel ik me alhamdulillah beter. Inshallah zal Allah onze goede ibadet accepteren. En nu ben ik juz betekent eigenlijk, dat weet ik niet hoe ik moet zeggen, maar we zitten eigenlijk bij Bakara Sures, pagina 8. En we gaan lezen. Ja, het gaat een beetje moeilijk zijn, maar ik ga het jullie proberen te tonen. Oké. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعز قلنا ادخلوا حيضيحي القرية فقولوا منها حيث سنعتم رقدا وادخلوا لب بسجيد جحيدا وقولوا حيدوت نغفر لهم خادعيكم وسنريد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا خيرا الذي خلا لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذا استسقى موسى لقومه قال فقلنا
الناس قريبة بعساك الحجة فانفجرت. الله أكبر. أوه الله أكبر. أوه. Sorry. De Koran ging bijna vallen. Sorry voor dat, mensen. Ik ben nu momenteel aan het blozen. Sorry, ik weet niet meer waar ik ben, maar... Denk hier. Minasma ai bima kanu yafsaun wa'idhis testun. Dat is de herhaling, denk ik. Mu'asa ai qawmihi faqulnas قريب بعصاك الحجر فانفجرت من حثنة تعثرت عينا قد علم قول أنس مثربهم كل وجه وش رب من وراء الرج قيل حي ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبري على داعي واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعاد سيها وبصالحا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرا اهبطوا مقرا فعنكم ما سألتم وصاربت عليهم الذي لاتو والمسكنة وباعوا بقصابين من الله ذلك بأنهم كانوا كفرنا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تدون. صدق الله العظيم.
Birçok şükür. İnşallah van natuurlijk een goede recitatie. Ik weet, het is niet mijn beste recitatie, maar het is wel lang geleden eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn, dat ik Koran heb gelezen. En wat ik niet gedaan heb, want jullie weten, jullie moeten gewoon jullie geloof sterk houden, is mijn boodschap. En nu gaan we de betekenis in het Turks vertalen in het Nederlands. Oké. En diegenen die het slechte doen, die tot de hemel zullen... diegenen die slecht, de slechte doen, zullen tot de dag dat de hemels... dat de hemel naar beneden gaat gaan, zullen ze de pijn lijden. En dat... dan hebben wij dat aan hun laten verrichten. Dus het is eigenlijk de mensen die nu al slecht doen, gaan het zien bijvoorbeeld. Ze gaan azab, ze gaan slechte, er gaan slechte dingen voorkomen. En op een tijd, op een dag, de profeet Musa, hij was iets aan het doen met water. En dan zei hij, en dan moest hij dus met een steen slaan in het water. Allee, gooien in het water. Ik heb een visje. En dan was er water, kwam ze waterspatjes. En dan er, en diegene die de mensheid water geeft, is Allah. Dus daar moet je rizq doen. Je moet ibadat doen voor God. En degene die je eten gaf, degene die de hemel, de heelal, aan jou heeft gemaakt heeft, moet je dit doen. En op die tijd zei de profeet Musa, wij als umma kunnen niet elke eten accepteren. Dus het moet halal zijn, zo denk ik. En dan... en wij gaan dat niet kunnen overwinnen. Dus daarom gaf de profeet de boodschap om dua te doen. En degene die alles op... perfect en op de tijd heeft geschapen, de groenten, de pompoenen en al de andere, de eten dat je dat jullie allemaal zeggen, deze zijn higher, dus dat is allemaal van Allah subhanahu wa ta'ala. Wil je nog slechter begaan? Of kijk, je moet eigenlijk zeggen alhamdulillah van wat je krijgt. Snap jullie? En dus dat vergeten veel mensen. Ik vergeet het ook. Ik heb ook veel zones begaan. Maar deze moeten jullie echt heel goed in jullie hoofd houden. En wanneer je bijvoorbeeld naar de slagerij gaat. En je weet, Allah wist al dat je daar iets ging kopen. Dus daarom mensen. Degene die het slechte deden, diegene die nooit shukre deden, dan gingen zij naar de kazaba orandelaar. Ja. En Allah heeft in zijn ayat ook gezegd, degene die weggaat van mij, ga ik van hem ook weg. Dus degene die ibadat doet, kom dichter naar God. En degene die geen ibadet doet, ga verder van geloof. Ga dichter bij zina, haram, fitna. En degene die de ayat niet accepteert van Allah. En degene die de profeten ook zeggen van... En degene die de profeet wouden doden. En degene die de profeet haten. En diegene die slechte dingen over de profeet zeiden, die gaan het slechte doorkomen.
En ja, op die tijd zal je zien dat op die stad alles. Allee, als je veel suiker doet, ga je zien dat op die stad veel Niemetler spannend meerder gaat zijn. En er gaat meer sejdé moeten gebeuren dan voor dat te bekomen. En dan gaat Allah al jullie fouten vergeven, inshallah. En diegenen die de zulm doen en fouten doen en zich niet houden aan de afspraak en niet houden aan de Koran, geloof en Allah en wat Allah zegt in de ayat, die zijn op een slechte manier heel belachelijk bezig zijn, gaan dus naar Jahannam. Maar om dit te voorkomen, ik zeg jullie, bid, maak dua, doe ibadet. Ja, het was één pagina dat ik voor jullie had gelezen. Ik hoop dat jullie het, inshallah, mooi vonden. Inshallah komen er vrijdag of andere dagen, inshallah. Dus ik zeg jullie, Allahu Akbar, weet je, op deze dagen, het zijn moeilijke tijden. Dus daarom wil ik jullie ook zeggen, lees de Koran, lees het heilige boek. En ja, verzegel je imaan, zou ik zeggen. Wa alaikum salam, broeders en zusters. Vergeet niet te abonneren. Inshallah, een dikke SO naar iedereen. Inshallah zullen we allemaal naar het Jannet gaan. En Juma's Mubarak, Juma Mubarak. En vergeet niet je ibadet op tijd te doen. Vergeet niet je gebeden op tijd te doen, want iedereen vergeet dat wel eens. Niemand is perfect. Wa alaikum salam.